Hey, hallo, Corine hier. Ik wil jullie even een kaart laten zien die ik gemaakt heb met de twee nieuwe sets van de interactieve dyes en clear stems van Studio Light. Ik wil het even in een kort filmpje laten zien en vertellen hoe het werkt. Niet hoe de stans werkt, want dat is gewoon niet te doen. Daar moet ik een aparte video voor maken. Maar deze kaart vond ik zo tof, dat ik dacht van, hé, hey, ik laat hem even zien. Dit is het uh, Rotation Wheel, dus een, uh, een draaiwiel, draaikaartje, die ik gebruikt heb erop. En deze is ook wel heel erg tof. En we noemen deze de Rotation, nee, niet, oh, ik heb hem in de verkeerde zak gedaan. Ook een Rotation Wheel staat hier. Maar dit is een Floral Pop Up. Dus de tekst die hierop staat, dat klopt eigenlijk niet. Maar het is een floral pop-up. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb hier aan de voorkant van de kaart zit dus het rotation wheel. Ik hoop niet dat het te veel schittert. Ik heb de emboss folder van Studio Light gebruikt. En dit zijn mijn favoriete bloemetjes, zoals jullie wel weten. Ik ga even kijken of het lukt, want hij zit in een uh, doos. Zo. Kijk, en als ik dus draai. Hier zitten kleine tandwieltjes aan. Kan ik hem vooruit draaien. Achteruit draaien. Het is een beetje lastig nu. Want ik, ik zit averechts, Dus het werkt niet zo. Ik moet hem even dichterbij pakken. Zo. Zo, zie je dat die gaat? En dan staan er allerlei leuke teksten op. Nou, ik heb hem bewerkt met uh, de embossfolder heb ik bewerkt met goudwas. ik dacht, ik ga een hele witte maken. Maar dat werkt me toch te wit. Ook nog wat glitters eroverheen gespoten. Want ik hou natuurlijk van de glittertjes. Nou, en dan komt Jortatha. Oh, en daar heb je dus de floral pop-up. Dus als de mensen die kaart open doen voor hun verjaardag. Dan hoop je dat ze een prachtige dag hebben. En dan eh, gevuld met bloemen. Dit was hem. Doei doei.